Hi collega, mijn naam is Miriam van MBO Media Wijs en in deze video ga ik je 3 tips geven om nog handiger met de instellingen van Padlet om te gaan. Wil je weten hoe Padlet werkt, raad ik je aan om eerst de basisvideo te kijken, want in deze video ga ik je alleen 3 tips geven over hoe jij Padlet zo kunt aanpassen dat hij nog beter aansluit bij jouw wensen. Ik ga je een tip geven over hoe studenten alleen maar onder hun eigen naam kunnen delen en niet als anoniem. Ik ga je een tip geven over hoe je Padlet handig kunt delen in de Teams-omgeving. En ik ga je laten zien hoe je interactie kunt stimuleren tussen studenten. Oké, ik ga naar Padlet. En ik maak een Padlet aan. Nou, in de basisvideo heb je geleerd hoe je de titel kunt aanpassen en hoe je de achtergrond kunt wijzigen. Dat soort standaard dingen. Maar wat ik je nu ga laten zien is hoe studenten alleen onder hun eigen naam kunnen gaan posten. En daarvoor ga ik naar dit onderdeel bericht plaatsen en dan staat er hier boven elk bericht de naam van de auteur weergeven. Als ik deze aanvink, dan komt er dus steeds bij het plaatsen van een post komt de naam van de auteur erbij te staan. Maar op dit moment kunnen studenten ook nog anoniem, dus zonder in te loggen, iets plaatsen en komt er anoniem te staan. Wil ik ook dat voorkomen, moet ik nog iets anders instellen. Ik sluit dit even af. Dan ga ik hier zo naar delen. En dan hebben we het onderdeel privacy. Op dit moment staat er bezoekers kunnen schrijven. Dus iemand die niet is ingelogd, gewoon een bezoeker is, kan dus iets op mijn Padlet schrijven en dat zal anoniem komen. Ga ik naar privacy wijzigen, staat er hier onderin alleen ingelogde bezoekers. Als ik hem aanzet, dan kunnen dus alleen ingelogde bezoekers schrijven. Ook als ik hierop klik, kan ik daar nog weer dingen aan aanpassen. Ik kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat alleen ingelogde mensen iets kunnen lezen van mijn Padlet. In dit geval kunnen ze schrijven. En op het moment dat je kiest bewerken, dan kunnen dus ook de personen die ingelogd zijn en op jouw Padlet komen, bijvoorbeeld de titel wijzigen en kunnen echt in de instellingen dingen aanpassen. Ik zou deze niet aanraden als je met studenten werkt, omdat ze dan je Padlet dus kunnen aanpassen. Dus ik kies voor schrijven en dan klik ik op opslaan. Nou, waarom is het nou handig om studenten bijvoorbeeld te laten inloggen? Ik heb een keer een project gedaan waarbij studenten elk een eigen rij kregen in Padlet. En dan wilde je natuurlijk niet dat de ene student in een ander zijn rij ging schrijven. Dus op het moment dat je dan de naam van de student erbij ziet staan, dan kan je echt zien van, gaat de student serieus met mijn Padlet om? Oké, dan ga ik naar tip 2. Hoe kan je nou Padlet handig delen in Teams? Ik ga hiervoor weer naar het deelmenu. En dan klik ik op link kopiëren naar Clamboard. Nu kopieer ik eigenlijk gewoon de link van Padlet. Ik zou ook mijn URL hier kunnen kopiëren. Dan ga ik naar Teams. En ik zit in een testomgeving. En dan klik ik hier op het plusje om een extra tabblad toe te voegen. En hier heb je de optie website. Bij mij, omdat ik hem recent heb gebruikt, staat hij hier zo. Ik kan ook bij zoeken kan ik website intypen. En dan kom ik op deze. Daar klik ik op en dan ga ik dus de URL van mijn Padlet ga ik plakken. Nou, ik noem hem Padlet en ik klik op opslaan. En dan verschijnt hierboven de Padlet. Omdat ik nu heb ingesteld dat alleen leden, dus alleen mensen die ingelogd zijn, mijn Padlet mogen zien, krijg ik hem nu niet te zien. Maar je krijgt hier ook meteen de mogelijkheid om in te loggen. En de eerste keer moet je dat doen en daarna kom je wel direct op de Padlet terecht. Dan tip 3. Hoe stimuleer ik nou interactie tussen studenten? Bij de instellingen van Padlet kun je instellen dat mensen op elkaar mogen reageren. En dat kan hier met opmerkingen. Bezoekers toestaan op berichten te reageren. Ik vink hem aan. En ik kan ook op een andere manier reacties vragen. Bijvoorbeeld vind ik leuks of stemmen of een cijfer geven. Ik heb zelf de cijfer geven heb ik wel eens gedaan. En nou, dan kan ik bijvoorbeeld ook instellen dat ik een 10 als maximale cijfer heb. En studenten moesten toen reflecteren op iets. Ze moesten zichzelf ook een cijfer geven. Kan best wel leuk zijn. Nou, ik klik weer op opslaan en ik zal ook even laten zien hoe dat eruit ziet. Ik maak een post. Hallo, dit is een bericht. Oké, ik publiceer hem. En nou, ten eerste komt mijn naam in beeld en ik zie hier de mogelijkheid om een cijfer te geven. Als ik erop klik, komt er een drop-down menu. Nou, ik geef mezelf bijvoorbeeld een 6. En ik zie ook dat er nog 0 reacties zijn, maar als ik hier reageer,
dan zie ik dat er hier dus een eentje verschijnt en kan ik een reactie plaatsen. Nou, ik hoop dat je met deze 3 tips net weer even beter met Padlet omgaat en dat het net wat makkelijker wordt allemaal. Veel plezier ermee!